Oeh. Ja, en toen de wedstrijd klaar was en je ziet die mensen allemaal huilen op de tribunes. Ja, dan heb je wat losgemaakt. En dat is een van de mooiste cadeaus die je ze had kunnen geven. Ja, en dat ik daar onderdeel van mocht zijn, daar ben ik ontzettend trots op. Ja, dit is echt gaaf. Hier Toon Rennes nog. Ja, maar dit is bizar, man. Ik moet je kijken. Het is echt... En ik moet je ook eerlijk zeggen, die beker die was moeilijk los te laten. Maar als je die mensen ziet allemaal, dat is waanzinnig. Ja, nou ja, weet je, toen ik naar Twente kwam, toen heb ik de historie eerst bekeken. En ja, Twente heb ik altijd al gevolgd, totdat ik bij mijn zaakwaarnemer moest komen op kantoor. En die zei van ja, ook FC Twente is erbij gekomen. Die hebben ook interesse getoond. Ik zei nou, dat is waanzinnig. Ik zeg, dan heb ik mijn keuze denk ik al gemaakt. En toen zei hij, nou, ik heb nog een verrassing, die willen je per direct hebben. Nou, toen donderstraalde ik bijna van mijn stoel af. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou weer doen? Ja, dat was voor mij de eerste transfer. En ja, toen ging ik naar huis. Toen ging ik het vertellen. En toen zei ze tegen me, ja, je bent niet goed. Ik zei, nee, maar het is echt waar. Ja, zo is het ook een beetje gegaan. En uiteindelijk dacht ik ook heel gemakzuchtig van, ja, ik rijd van Rijswijk even op en neer. Maar dat gingen die woorden. Dus we moesten wel verhuizen. Maar totaal geen spijt van. Ik heb daar gewoon een fantastische tijd gehad. Ik weet het nog de dag van gisteren. Dat wij daar naartoe gingen naar Huis ter Duin. Dat we daar gingen overnachten. Uiteindelijk kregen wij de beelden daar te zien. Ja, dat er ongeveer tussen de 32.000 en de 35.000 tukkers naar de Kuip afreisden. Ja, en wij kregen die beelden te zien in de bespreking. Nou, en we waren best wel mondig naar elkaar en best wel grappig. Maar op dat moment konden we niks zeggen. We zaten echt met een open mond naar de beelden te kijken. Dit is dan de finale. Maar ja, de strafschoppen zijn vrijwel altijd wel zeker bij mij. Maar hier ook, ja. Maar bij Heubach was dat ook zo. Maar ja, maar ook, die had daarvoor al gemist. Ja, maar bij Heubach jou. Kan ook een keer missen. Het is geen robot. Ja, nee. En uitgerekend moet hij missen. Ja, als je weet hoe hij zich of wist hoe hij zich voelde. Ja, daar word je niet vrolijk van. Maar dit zijn mooie beelden. Weet je, en maar goed, Chris de Witte volgens mij miste ook, hè, tegen Vitesse. Ja. Toen dachten we ook van oei. En Waterreus, die neemt hem gewoon met zijn verkeerde been trouwens. Ja, wat dachten jullie toen? Want iedereen zat al in zak en as. Ja. Die kopjes, echt. Iedereen was verslagen. En toen dit. Nou ja, verslagen niet echt, hè. Want wij we hadden wel zoiets van, we hebben niks te verliezen. Maar... Op een gegeven moment was er een moment dat Waterreus ging dansen. Ja. Ja, toen hadden wij zoiets van, godverdeeën. Het zal toen niet waar wezen. En daar hebben wij, althans ik zelf, wel wat power uitgehaald. Van, wie het laatste lag, lag het best. Dat zeggen ze hier in Den Haag altijd. Maar dat kwam uit. Ja, en Sander, die, een van de beste keepers die ik ooit heb meegemaakt. Ja. Ja, die... En jullie lachten als laatste. Ja, kijk, hier heeft hij hem. Ja. Ja, dit is niet normaal. Dit vond ik mooi. Die, Oh, kijk eens. Dit zijn trouwens beelden, heb ik niet eens gezien. Die zijn nog nooit vertoond, Sjaak. Die heb ik pas gevonden van de week. Die zijn nog nooit uitgezonden, joh. Kijk eens even. Je ziet die mensen allemaal huilen op de tribunes. Ja, dan heb je wat losgemaakt. Dat is een van de mooiste cadeaus. Ook met name voor jezelf, maar merendeels voor de mensen uit Enschede die je ze had kunnen geven. Ja, en dat ik daar onderdeel van mocht zijn, daar ben ik ontzettend trots op.